Hallo daar, ik ben vandaag op Facts. Vandaag ben ik hier met een doel. We krijgen een kleine checklist van een special guest die we nu gaan bezoeken. Oh. Jij hebt voor ons een kleine checklist voorzien van dingen dat we moeten doen hier op Facts. Ja. Trouwens, dit is de plaats waar we elkaar voor het eerst hebben gezien. Hè? Toen je mijn naam niet kon uitspreken. Het is jawel zonder de W. Ja, klopt. Laat het geweten zijn. Insert clip. Kasper en Gael. Zag daar ook. Jael. 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 Ja, wat? Niet Gael, Jael. 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 Zoals jawel, maar zonder de W. Hoe verloopt je keer? Ga speeddaten, dat vind ik de goeie. Speeddates. We zijn te laat. 12 uur was voor hetero plus 25. Enige optie wat nog zou kunnen, ga ik niet doen, is hetero jonglings min 25. Maar het is misschien een beetje raar om daar dan plots met iemand van 16 voor mij te zitten. Dus, of niet? Nee. Blas zijn schaar winnen tegen de AI-bot van Technopolis. En als dat niet gelukt is, moet je winnen tegen Mario van Nintendo. Het lijkt vrij onmogelijk om te winnen wel. Maar het is Blas zijn schaar. Ik heb al een zeer goede tactiek. Blijkbaar moet je eerst vragen, gaan we Blas zijn schaar spelen? En dan moet je een andere vraag stellen. Van, wat is uw favoriete kleur? En dan blijkbaar doen ze altijd steen. Wat is uw favoriete kleur? Oh. Nee, ik zweer het u, die cheaten. Die zien, die vingers op het einde, die veranderen. We doen halve schaar. Wat is een halve schaar? Wacht, die heeft hij mij niet eens. Maximilian versus Mario, klaar? Let's go. Ja, steen, papier, één, één, twee, drie. Kom dan wel, kom dan wel. Laatste keer, laatste keer, laatste keer, laatste keer. Gewoon. Merci. Ik moet ook in de House of Hysteria. Blijkbaar worden mensen daar afgevoerd en zo. Afgevuurd? Afgevoerd. Afgevoerd? Van, is dat die 18 plus zone? Nee, dat is het spookhuis. Ik kan mijn 90% zekerheid zijn. En dit is niet geanceneerd. Ik ben doodsbang om hier naar binnen te gaan. This is the end for you. Blijkbaar zijn er ook vanochtend al mensen afgevoerd. Leuk weetje. Ga jij mee? Nee. Bye bye. Salut. Bye bye. Fuck mijn leven, gast. Ik heb er echt geen zin in. Let's go. Godverdomme. Oké, oké. We zijn het is vandaag. Kijk, maar nee, ik kan dit niet aan. Godverdomme! Jongen, toch, het is al vandaag. Ik ben nog geen 1 seconde binnen. Ik heb op mijn eigen neus te slaan bij het verschieten. Ik heb stijve tepels van de schrik. Kan dat? Godverdomme. Ik heb het gezegd, hè. Nee, maar niet achtervolgen, hè. Vriend, daar kan ik niet tegen, hè. Godverdomme. Ben je op zoek naar mensen voor speeddates? Nee, dat kan niet. Oh, 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 nee. Zie dat daar doek zit daar zo'n fucking enge clown. Stop. Nee, nee, dat niet. Nee, dat kan niet. Leus, zeg, nee, gewoon geen rust. Nee! Godverdomme. Dat mag niet! Mijn ex. Oké, ja, het is goed, het is goed, het is goed, zeg. Nou, maar ik moet daaronder. Engelach, zeer engelach. Kleine combat roll eronder. Ah. Ik verschiet er gewoon andere mensen hier in. Ah, verdomme. Waar de fuck zijn wij? Daar is wel iets, daar sta je mond. Daar, achter dat hek. Denk dat we juist zijn. Hoop ik. Ja. Godverdomme. Oké. Okay. Mooi zeg. Er is ook een 18 plus zone. Ja. Er is hier een OnlyFans model. Maar daar moet je niet in. Jawel, dat is een kleine toevoeging die ik doe. Zit hij hier of niet? Ik weet wel, ik ga daar sowieso niet normaal tegen kunnen doen. Ik ga daar zo ongemakkelijk zo... Wat zijn uw hobby's? Overal waar ik kijk, zie ik letterlijk... Links van mij zijn er foto's van een vrouw in een string. Deze
video gaat geflekt worden van YouTube, hè. Hoe krijg je dat? Dat is toch massief groot? That's really heavy. Het is gewoon wortelgeld, kunt je ook op facts kopen. Thank you very much. En een ruiltocht doen en je moet met een snoepje beginnen. What can you trade me for a cup of candy? A dead creature, perfect, thank you very much. Een capybara. Een capybara, oké. Een capybara gemaakt van de overblijfselen van dildo's. Wilt u dit ruilen voor iets groter in waarde dan deze dildo capybara? Oké, okay, top, deal. Dit is echt een van dildo restanten gemaakt. Alsjeblieft. Dit is een kroontje, denk ik, hè? Het is een handgemaakt elfenkroontje. Een handgemaakt elfenkroontje, oké. Okay. Wat kan ik hiervoor krijgen? Ik weet niet, als de haar aan hangt, misschien iets mee. Zonder haar misschien iets mee. Waar zijn je schoenen? Nee? We gaan je schoenen ruilen. We gaan je schoenen ruilen voor een elfendiadeem. Dat is een elfviking. Dat is de schoen. Kom, echt? Ik ga je kroon tot elfenprinses. Fuck, en het matcht perfect met die tekening op je voorhoofd. Dit is perfect. Oh, help! Hallo. Help! Ik heb zo net deze Viking boots geruild. Kunt jij dat ruilen met iets dat meer in waarde is, denkt u? Nee. Welke maat zeiden? Een 42. 44, past perfect. Zit er in die zak niet zo dat je kunt ruilen? Nee, met mij? Want ik heb dat gekocht en ik wil dat niet. En wat is dat allemaal? Zeer veel Pokémon gerelateerd wel. Ja, dat bijvoorbeeld. Ja, maar ga ik niet ruilen. Sorry, ik moet geen, geen botinnen hebben. Sorry. Maar een knuffel krijg je dat wel. Mag, ja, wilde of niet? Ja. Ja, maar ja, zo ongemakkelijk weer. Allee. Niet aan mijn zij komen. Ik vind dat vies als je dat doet. Je doet dat altijd. Allee. Pokémon won. Ze cosplayt als... zwerver. Crazy, stelling. Ik ging ook zeggen teleurstelling van mijn ouders. Voilà. Maar zijn we alle twee wel een beetje, hè. Influencers, baby. Wil jij iets ruilen voor deze vikingschoen? Crazy wat je kunt doen op camera, hè? Dat is allemaal niet meer zoveel boeit. Het is gewoon sociale druk, hè? Wat gaan we doen? Je hebt hier wel een zeer mooie dildo-stand in de 18-plus zone. Gaan we dat? You trade this for that. Ik ga wel goed dat doen. Ik wil die bel ruilen voor de schoen. Hebben we een deal? Ja. Oké, okay. Schudden wij de hand. Je bent de trotse eigenaar van de nieuw paar schoen. Oké, okay, dank u wel. Ik ga ze aandoen. Oei, wat ga je doen? Ah ja, dat doet hij eigenlijk. Hoe oud waren jij nu hier al? Ik ben net 16 geworden. Nee. Nee, hoe oud? 24. 24. Zeg dan ook in de camera met dat ding op je hoofd. Ik ben Simon Eeraerts en ik ben 24 jaar. Dank u wel. Kunnen jullie de bijl ruilen voor iets in gelijke of grotere waarde? Laat ons kijken bij, ons, bij onze Avo en Caro spullen. Ja, dank u wel. Hier hebben we allemaal mooie truien te kopen op avoencaroclothing.com. Ik ging code Maxi10. Maxi10. Maxi10 voor 1% korting. 0,1. Oké, okay. Dank u wel voor de zaak. Een echte Avocado toteback. Misschien is dit wel het einde van de ruiltocht. Wat zou jullie willen zeggen? Wij hebben Avocado 3 jaar geleden op... Lieve vrienden, we waren vandaag all over the place. Dit was Fact 2024. Misschien tot volgend jaar. Ik ga op zoek naar mijn domme financiële aankoop. Misschien zo'n anime-pop met zo'n grote borsten voor in mijn bed. Of... ik weet niet, een Lego set of zo. Of misschien ga ik wel nog een keer terug naar de 18-plus dingen. Dus, goodbye.